Morgen, we gaan door met de pilates. Kom staan, met beide voeten heupbreed uit elkaar. En beweeg je armen zij, terwijl je kniebuigen maakt. Lengte in de armen, armen tot schouderhoogte. Nog 8, gaan. 7. Nog 3. Nog 2. Neem je armen mee omhoog, adem in. En adem uit, laat ze zakken. Met je handpalmen naar de vloer. Ja, kom goed in je lijf. Voel de vloer onder je voeten. En terwijl je arm omhoog cirkelt, neem je je linkerbeen mee. Laat je armen zakken, laat je voet zakken. Neem je arm mee omhoog, neem je rechterknie mee. En laat weer zakken. Rust van je buikspieren. Ga maar met je aandacht naar je navel. Trek je navel wat meer in hier. En adem uit, pak de vloer. Nog 2 keer. Neem je linkerknie mee, adem in. En kruis hem over je rechterbeen en kom maar zitten. Vingers in elkaar, achter je zitvlak, duw je vuisten naar achter. Kijk schuin richting de vloer. Kom eruit, rol je schouders. 1 keer. En neem je rechterbeen mee omhoog. Balans, adem uit, kruis je voeten over. Buig je knie alsof je gaat zitten op een stoel. En verstrengel je 10 vingers. Duw je vuisten naar achter. Je mag je ook vastpakken aan de tafel of de stoel. En kom rechtop. Vanuit hier gaan we afrollen. Kin naar je borst. Werf of verwerven naar beneden. Scoopen. Flat back. Arm naar achter. Navel in. En kom omhoog. Ja. Kom maar. Naar beneden. Werf of verwerven. Nice, go! 2 keer nog. Dan gaan we met je aandacht langs je hele wervelkolom. Wervel voor wervel. Strek je rug lang. Tafeltje maken en kom omhoog. Laatste keer. En hier blijven we beneden. Pak je ellebogen vast. Laat je hoofd tussen je armen hangen. En buig je knieën. En strek je benen. Jouw strekking. Buig je knieën. En strek je benen. En buig. Hou je bovenlijf. Dicht bij je bovenbenen. Nog 1 keer. En adem uit. Strek. Beweeg je armen naar voren. Kom helemaal met je zitvlak richting de mat. En kom maar zitten voor aan je mat. Voor aan je mat. Maak een C-crunch, navel in en op. Je armen beweeg je naar voren. Midden van de mat en lift terug. Lift terug. Je borst is op. Ja. 1, 2, 1, 2. Beweeg je handen achter je hoofd. En lift, twist. Terug en neer. En lift, twist. Schuine buik. Blijf je onderrug lang opstrekken. En 1. Je komt in een C-crunch hoor. Dus je bekken is wel iets afgevlakt. Maar denk maar aan lang. Blijf hier. En rechts, boot. Rechts, links, terug. En rechts, links, omhoog. Rechts, links, terug. Blijf optrekken vanuit je navel. Nog even volhouden. Ja, nog 4. Nog 3. Nog 2. En nog 1. Alleen je rechtervoet neerplaatsen. Roll down. En crunch. Linkerknie richting je neus. En duw weg. Adem uit, adem in. Crunch en crunch. Ga door. Nog maar 4 te gaan. 3, 2,
schuiven. Rechte elleboog richting je linkerknie. Blijf dat been in en uit bewegen nog eens. 3, 2, en plaats je voet neer. Wissel, rechterknie in en neus naar je knie. En 8, 7, 6. Beide kanten op, je neus naar je knie, knie naar je neus. Draai schuin, linker elleboog, rechterknie. Kijk langs je rechter elleboog weg. Blijf goed doorademen. Don't forget. Laatste 4, 3, 2, 1, 1. Plaats je voet neer. Beweeg je arm naar voren. En kleine puls voor 16. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4. Je mag ook de ene hand achter je hoofd als je het prettiger vindt. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kom helemaal liggen. Laat je armen langs je mat zakken. Voeten in één lijn met je zitvlak. En lift. Kick. Kick. En laat zakken. Of twee tellen. 1 tel op. 1. Kick. Terug. Kick. Terug. En langzaam naar beneden. Lift. Kick. Kick. En langzaam naar beneden. Ga door. En lift. Kick. Kick. Kom maar hoog op die schouderbladen. Nog 2 keer. Lift. Kick. Kick. Zet wat af van je armen. En de laatste. Kick. Kick. En naar beneden. Beweeg je knieën in. Armen komen op schouderbreedte. We maken een hip lift. En een twist. Hip lift. En een twist. Trek je navel extra in als je je knieën laat zakken. Hip lift. En twist. 1 tel vandaag. Twist. Dus snel weer terug. Hip. Lift. Twist. Yep. Dat voel je exact als je te ver gaat, hè? Binnen de tijd van 1 tel. En inademen. Uitademen. Nog 4. En nog 3. Hou je voeten en je knieën dicht bij elkaar. Nog 2. En nog 1. Mooi. Rechterbeen gaat omhoog. Linkerbeen op neushoogte. Lift je hoofd en schouders. En pak je been vast. En dan gaan we. Sisser. En je pakt je been. Je hoeft er niet aan te trekken. Stabiliteit. Je buikspieren. Freeze. En tak. Tak. Fixatie bedoel ik. Ga door. Nog 8. En 7. Laatste 4, 3, 2, 1, 1. Overkruis je beide enkels, pak je vreven vast en rol als een balletje op en neer. De afstand tussen je knieën en je schouders blijft. Kin blijft in. Achterkant van je hoofd blijft van de mat los. Nog 2 keer. Nog 1 keer. En vanuit hier draaien we ons op handen en knieën. Knieën recht onder je heupen. Handen recht onder je schouders. Ja, plaats je bal van je voeten tegen de mat. En kom maar naar je downward facing dog. En we nemen onze rechterbeen mee in de lucht. Dit is je beginpositie. Laat je handen stevig staan en vanuit hier beweeg je knie naar je elleboog en strek hem weer hoog in de lucht. Ja, 8 keer aan deze kant. 3, 4. Breng je schouders helemaal boven je polsen.
En vanuit hier komen we schuin. Met je rechterknie richting je linker elleboog. En weer in de lucht. Laat je linkerhiel zakken dicht in de mat. Jouw hoogte van je been. We zijn met vier. Nog vier te gaan. Nog drie te gaan. Nog twee. En nog één. Goed zo. Kom heel even naar child pose met je knieën naar buiten. En je zit met richting je hielen. Laat de spanning van je handen en je schouders afzakken. Het is een pittig, hè? Oké, nog één setje met je linkerbeen. Kom op handen en knieën. Spreid al je vingers. Tenen tegen de mat. Beweeg naar je downward facing dog. Lift je linkerbeen. Ready? Go. Linker knie, linker elleboog. Twee. Hou je rechterbeen gestrekt. We zijn al op de helft. Hou de schouders recht, heupen recht. En nu met je linker knie richting je rechter elleboog. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. Nog twee te gaan. En nog één. Super, laat je been zakken. Beweeg je knieën weer tegen de mat. En chill. Om heel even bij te komen. Na te voelen. En dan gaan we liggen op de buik. Mat op je buik. En vandaag schoolslag. Je mag beide benen een stukje van de mat los bewegen. En je armen gaan schuin naar voren. En cirkel je armen naar achter. Lift de borst op. En steek je handen langs het midden van je lichaam naar voren. Cirkel. Adem in. Blijf even boven. En op je uitadem naar beneden. Benen blijven in de lucht. En cirkel. En vier. Vijf. Adem vol en diep. Zes. Voel die kracht ook in die benen. Ze gaan een beetje trillen als je ze zo in de lucht houdt. Nog één te gaan. Acht. En plaats je voorhoofd op je handen. Benen laat je zakken en we liften. En terug. Alleen maar op en neer. Back extension. Vijf. Even ademen. Acht. En nog twee te gaan. Blijf boven. Armen zij. En nog kleine cirkeltjes. Naar achter. Lift je borst wat meer op. Zeven. Zes. Vijf. 4, 3, 2, 1. Plaats je handen onder je schouders. En lift de borst op van de mat. Kom maar naar jouw strekking van je rug. Jouw strekking. Kom naar beneden. En beweeg jezelf terug op handen en knieën. Voor de pointen. Rechterbeen naar achter. Rechterbeen naar achter. Linkerarm naar voor. En puls. En neer, waartse beweging van zowel je arm als je been. Up. En voel die lengte in je rug. Raak over je heupen, die blijven recht wijzen richting de mat. Plaats je linkerhand terug onder je linker schouder. Plaats je rechtervoet tegen de mat. En beweeg
naar je plankpositie. Ja, vanaf hier 30 seconden planken. Navel is in en op. Spreid al je vingers. Heb geduld. Misschien ga je een beetje trillen. Word er allemaal bij. Nog 5 seconden. Oké, lift je linkerbeen nu. Plaats je voet achter je knieholte. Lift je linkerarm in de lucht en maak een backbend. Ja, zet je linkervoet maar stevig tegen de mat. Een wijkveer. Adem nog 2 keer in en uit. En draai weer terug. Op beide handen, beide voeten. Kom op je knieën. Gaan we voor de andere kant. Linkerbeen naar achter. Rechterarm naar voor. En maak kleine puls. Duim wijst omhoog. Strek je benen lang weg. Nog 4, 3, 2, 1. Plaats je rechterhand terug naar de mat. Linkervoet tegen de mat. Ben je er klaar voor? Plank, 30 seconden vanaf hier. Voel de kracht in je lichaam. Ja, en gebruik de vloer om af te zetten. Dat is een hele goeie. Je vloer is lekker stevig. Daar kan je van afduwen. Zowel met je voeten als met je handen. Ademen jullie nog? Ja, we zijn er. Lift je rechterbeen. Plaats je rechtervoet op de vloer. Achter je knieholte. En zet af. Kom omhoog. Rijk lang. Met je hand schuin boven je hoofd. Zet af van je rechtervoet. Walping. Ja, kom terugdraaien. Plaats je knieën tegen de mat. Voeten plat. Handen buiten je mat. En dan gaan we pushen. Laag. En op. En laag. En op. 12 keer mag je doen. 3. Op. En 4. En op. En 5. We zijn bij 8. Je mag stoppen. Je mag ook nog even door. 4. 4. En op. 3. Op. En nog 2. Op. En 1. En op. Mooi. Wandel met je handen smal. Kom zitten met je zitvlak op je hielen. En open voor een moment je armen. Draai je handpalmen richting de vloer. Blijf je armen zakken. En rol je schouders. Omdat je net tijdens de body shape misschien ook al je schouders hebt getraind, voel je ze nu extra. Dat is logisch. Met planken gebruik je ook je schouderspieren. Dat is wel eens goed om die aan te pakken. Kom liggen op je rechterzij. De laatste 5 minuten van deze les. Beide benen wegstrekken. Hand van je navel. En lift en terug. Lift 2 benen en terug. Voel de binnenkant van je benen goed naar elkaar toe bewegen. En stuur je voeten ver bij je vandaan. Open lichaamshouding. En je mag je arm wegstrekken in de lucht. En reach. En terug. Zonder steun. Balanceren. Buikspieren, rugspieren. Aanspannen. Laatste 4, 3, nog maar 2, en 1. Mooi. Plaats je hand weer terug. Support jezelf omhoog. Kom op je rechter onderarm met je elleboog onder je schouder. En beweeg 2 knieën naar je borst. En zet af. En
je rechter schouder, die blijft laag. Ja, dus blijf je naar beneden bewegen. En je zit op je rechterbil, twee knieën in. In en duw. Schuin naar voren. En beweeg je neus nu wat meer naar je knieën en weer liften. Nog vier. Nog maar twee. En één. Goed, kom naar beneden. Draai om naar de andere kant. Liggend op je linkerzij. Hand onder je hoofd als kussentje. Beide benen wegstrekken. Oeps. Ik ga iets naar achter. Ja, en dan kunnen we build and lift en neer. Goed vasthouden boven. Nou, dit is een mooi nummer om mee af te sluiten, hè? Don't worry about a thing. Die nemen we mee, deze dag in. Nergens zorgen over maken. Arm in de lucht en lift. En neer. Ja, en voel ook hier langs je taille. Dat, waar je navel is de hoogte daarvan, werkt je taille de mat niet. Omdat je hier lang opstrekt. Laatste vier. Voel de balans. Drie. Nog twee. En nog één. Knieën in. Plaats je elleboog recht onder je schouder. Maak een lichte vuist van je linkerhand. En maak je knieën in. En duw weg. En in. En duw weg. Balanceer op je linkerbil. Lekker bezig. Laat je armen zakken en schrik je benen los. Strijk met je handen langs je benen. Oké, helemaal goed. Deze twee workouts, body shape en pilates. Sommigen hebben het alle twee gedaan. Dan heb je gewoon een uur lang, bijna een uur, heb je een goede workout gehad. Vooral gerichte kracht. Ik wens jullie nog een hele fijne dag. En tot de volgende keer.